Ja, Giovanni, het is zo dat wij hebben besloten in het kader voor het opstellen van een verkeermasterplan voor Bonaire en de circulatie op het eiland, dat wij een intensiteitsonderzoek gaan verrichten. Dit houdt in dat wij gaan bepalen hoeveel voertuigen op het eiland rijden en ook deze voertuigen indelen in categorieën. Deze onderzoek gebeurt niet net zoals normaal. Het gaat gebeuren met een hele ingewikkelde systeem. Kunt u ons hier van vertellen? Ja, het is zo. We hebben gekozen om een moderne radarsysteem te gebruiken voor het verrichten van het onderzoek. Dit systeem werkt op basis van identificeren van voertuigen. Bijvoorbeeld, het kan door gebruik maken van kunstmatige intelligentie de bepalen of het een auto is, of het een trailer is, een auto met een aanhangwagen, een fietser. Maar het neemt geen beelden op waaruit je direct of indirect informatie kan herleiden van wie zich op het openbare weg bevindt. Dit is erg belangrijk. Dus je wordt niet gefotografeerd of video ervan gemaakt? Nee, dat wordt niet gedaan met dit systeem. De onderzoek is klaar. Wat gaan jullie later met deze onderzoek doen? Ja, kijk, aan de hand van deze onderzoek gaan we analyse opstellen. Die analyse zullen wij gebruiken om te kijken hoe wij de verkeerscirculatie gaan regelen op het eiland. Ten tweede kunnen we dit informatie ook gebruiken om nieuwe routes aan te leggen. We kunnen ook aan de hand van deze informatie routes gaan bepalen, bijvoorbeeld voor fietsers, voor vrachtverkeer en dergelijke. Bonaire die groeit, die in jullie presentatie, die heeft gegroeid van 15.000 tot 22.000 inwoners. Die kun je al zien. Maar wat zijn eigenlijk concrete plannen om dit toch een beetje met wat betreft verkeer een beetje te reguleren? Ja, kijk, het is de bedoeling op het moment dat we de data hebben verzameld, dat wij dan ook met aanbevelingen zullen komen voor het lokale overheid. Aan de hand daarvan zullen deze informatie ook toegevoegd worden in het proces van de herziening van de ROB. Op dat moment kan je ook bepalen van bij welke bestemmingen of in welke gebieden je verder kan inbreiden, uitbreiden, of dat je al op het punt bent dat je nieuwe gebieden moet gaan ontwikkelen. Dus het is een onderzoek waarmee je heel erg ver kan gaan in het ontwikkelen van je eiland. Gebieden ontwikkelen. Meestal heb je een gebied, een woonhuisgebied, maar die willen geen restaurant erin hebben, die willen geen supermarkt erin hebben. Hoe moeten we dat doen? Moeten ze toch terug naar Playa rijden? Nee, kijk, het is zo van dat nieuwe gebieden die ontwikkeld moeten worden, die moeten allemaal een proces ondergaan waarbij de overheid uiteindelijk moet beslissen van oké, je komt met een ontwikkelingsplan, een gebiedsontwikkelingsplan. Je gaat het zo inrichten en dan kunnen de directie RNO samen met het bestuurscollege uiteindelijk beslissen van zo'n grote ontwikkeling gaan we niet toestaan dat je daar in die gebied geen voorzieningen hebt. Dat je voor elke voorziening bijvoorbeeld richting Kralendijk moet komen. Want dat is dan geen goede ontwikkeling van je eiland. Want je weet dat je al een situatie hebt op het eiland. Dat je bijvoorbeeld parkeerproblematiek in het centrum, je hebt gewoon te veel auto op de Kaya-corona. Dus als iedereen richting Kralendijk moet komen voor hun voorzieningen, dan ben je gewoon met een slechte ontwikkeling bezig voor je eiland. Dus het is gewoon heel belangrijk dat de toekomstige overheden, bestuurscollege, samen met de directie in de toekomst heel goede keuzes moeten gaan maken van hoe wij het eiland verder gaan ontwikkelen. Om het einde, wanneer kunnen we deze onderzoek verwachten of zien dat het al begonnen is? We zullen eind deze week een aantal proeven draaien, zodat we gereed zijn om volgende week met de uitvoering van het onderzoek aan de slag te gaan.